Henk, nog even over aquasie. Ja, sorry, één keer. Jij zelf als woordkunstenaar. Ik ben geen aquasie, hè, dus dit is te veel hier. Tekstdichter. Oké. Okay. Hoe kijk jij nou naar die tweets? Nou, aquasie is natuurlijk ook iemand die politieke speeches houdt. Hè. Dat heb ik ook al eens gedaan. En dat werkt als volgt: die schrijf je van tevoren. En die oefen je zelfs in sommige gevallen. Hè, de Obama's doen dat zo, gaan ze voor de spiegel staan. En bij dat schrijven bedenk je zinnen en dan denk je, is dat goed, is dat niet goed? En ja, in dit geval belanden die zinnen op Twitter. En als je dan respons krijgt, mensen zeggen, nou, zou ik niet zeggen, of ja, dat is hem, dan verwerk je die in je eindspeech, waar je ook een groots gebaar bij bedenkt, want je gooit dan bijvoorbeeld zo je microfoon op de grond. Dus daar is goed over nagedacht. Maar ja, aan de andere kant, je kunt iemand natuurlijk niet afrekenen op zijn kladpapier.